Hij stelde onder andere de vraag, een jaar daarvoor had hij Sappa ontmoet in het Okuro Hotel en toen was hij zeer verveeld bezig met allerlei persmensen. Heeft dat ook nog consequenties? Well, let it be known that I am no longer doing any interviews for magazines or newspapers. I'll do television and I'll do radio, but I'm not going to do any more interviews with magazines and newspapers. Because I'm just tired of having people change things around that I say and use me for their own purpose. I don't want to have anything to do with it anymore. Mm-hmm. That's worldwide. I'm going to have more spare time to enjoy myself and less time to sit around in places like the Okura talking to people asking stupid questions. Mm-hmm. Voor de schrijvende pers wil Sappa geen interviews meer doen, wel voor radio en tv. Hij wil niet dat de schrijvende pers zijn woorden nog langer verdraait en misbruikt. De tijd die hij voor hun stomme vragen gebruikte, wil hij voor zijn eigen genoegen invullen. Een andere vraag. Je bent nogal tegen het gebruik van doop. Heeft het zin om daar op het podium tegen te ageren? Want dat doe je wel. Charlie's enormous mouth. It's about a girl whose nose rots off and then she dies from snorting too much cocaine. So your comments on that will go on? Yeah, but see, it doesn't really do any good because when we play that song in the United States, as soon as we say the word nose, half the people in the audience start cheering. They don't listen to the words because they think that it's, you know. Ja, Charlie's enormous mouth gaat over het gebruik van cocaïne. Maar naar het publiek toe zet dat verder geen zoden aan de dijk. Want bij het woord noos begint het Amerikaanse publiek enthousiast tekeer te gaan. Ze luisteren niet eens echt naar de tekst volgens Sappa. Welke mogelijkheden hebben de muzikanten van Sappa voor een eigen inbreng tijdens een show? En in hoeverre controleert hij dat? Well, if a person has a solo spot and they're going to play a solo, then they're responsible for the contents of the solo. If there's a part in a song where a person gets to improvise dialogue, they're responsible for the content of that dialogue. And ultimately, it makes use of their imagination. And ultimately, it gives them a chance to be creative. It's not a question of me making use of it. It's giving them a chance to stretch out and put a little of their personality into the show, which I think is good. Alleen tijdens de solo's en in de geïmproviseerde dialoog, daar zijn de muzikanten zelf verantwoordelijk voor. Daar kunnen ze dus zelf doen wat ze willen. Ze kunnen hun persoonlijkheid inbrengen en creatief bezig zijn. Op de vraag of Sappa de laatste tijd nog wat goede gitaristen had gehoord, gaf hij dit antwoord. Well, I've heard a few things that I liked. I like some of the stuff that Brian May plays. And I like it was a guy that plays with ZZ Top. I like the way he sounds. That's about it. Oh, well, there's a jazz musician I think is good. What is his name? Pat Martino. Hij noemt drie namen. Brian May van Queen, de gitarist van ZZ Top en een jazzgitarist die hem is opgevallen, Pat Martino. Dan, hoe zit eigenlijk de show van Sappa in elkaar? Hoe is de opbouw van de show? Well, the structure of this show is basically vocals. You know, there's very little talking to the audience. There's very little instrumental music. Just the only solos in the main part of the show are the guitar solos that I play. And other than that, it's all vocals. And it's mostly songs that people are familiar with. If they know the albums, then they'll know these songs. And then about 30-40% of the show is stuff that hasn't been recorded yet. In deze show draait het vooral om de zang. En veel songs die het publiek al kent, zo ongeveer 60%. Want de andere 40% is materiaal dat nog niet is opgenomen. Nog even terug in het Sappa verleden. In Amerikaanse bladen is ooit eens gesproken over een documentaire LP over de moord op Robert Kennedy. Waarom is die plaat nooit uitgekomen? A man came to us with some tapes. He had been making a documentary album about the assassination of Robert Kennedy. And he had interviewed all these people and he put together this really fantastic album. But that was when we had the Bizarre label. And the deal with Warner Brothers on the Bizarre label was we could bring projects to them and they had the right to refuse them.
And they heard that and refused it, and that's why it never came out. Were they too afraid of... They were afraid of it, yeah. The effects it could eventually have. Yeah. They wouldn't touch it. I think you were sorry about that, weren't you? Well, I think everybody should have been sorry about it. It was a pretty frightening album. I mean, it's not something that's going to make the hit parade, but it had a lot of interesting things in there that you didn't know before. Mm-hmm. But Warners wouldn't touch it. They wouldn't distribute it. Zappa is benaderd door een man die een album had samengesteld over de moord op Robert Kennedy. En aangezien deze plaat op Bizarre moest uitkomen en Warner Brothers het recht had om Bizarre projecten te weigeren, is de plaat vanwege de schokkende inhoud helaas niet uitgekomen. En Zappa zei duidelijk dat dat wat hem betreft helaas was. Nou, wat ons betreft niet helaas de rest van deze LP-tuin nog weer gevuld met opname van 24 mei jongstleden in Ahoy in Rotterdam. Het unieke optreden van Zappa in Nederland.